Kijkers, goeiedag en welkom bij deze nieuwe aflevering van ATV COVID-19 Update. U weet het intussen al, in dit programma brengen wij u informatie, we geven u adviezen, maar we houden u op de hoogte van de actuele stand van zaken. Terwijl ik nu met u praat, is het aantal positief geteste personen in Suriname 357. Daarvan is 194 actief, dus er zijn 194 actieve gevallen. 154 personen zijn genezen verklaard, 244 zijn in quarantaine. En ja, het is altijd jammer, zeggen wij steeds, dat we meer doden te betreuren hebben. Nu is de teller van doden op 10. Jammer. En u weet het, hoe het toegaat met het feit dat er steeds getest wordt. Dan kan het zijn dat later op de dag deze aantallen ook nog verhogen. We hopen het niet en we blijven bidden dat dat niet het geval is. Maar we zijn ook realistisch. Onze gast vanmorgen is de directeur van het BOG, mevrouw Minouche Bromet. We hadden haar al eerder en het is altijd goed als zaken vooruit gaan, hè? Dus de ontwikkelingen die zich voordoen, dat we weer deze deskundigen uitnodigen om te praten over natuurlijk, om een update te geven over COVID-19. En als we zeggen mevrouw Bromet, of ik kan zeggen Minouche nog, ja. Dat de situatie zorgwekkend is. Moet ik het zo betitelen? Is de situatie zorgwekkend in Suriname? De situatie is met het in kaart brengen van de clusters en nu met onze mobiele testsites. Zal ik niet zeggen onder controle, maar je probeert dus met measures en strategieën in elk geval wel de positieve zo snel mogelijk te detecteren om ze ook zo snel mogelijk te isoleren en hun contacten in quarantaine te plaatsen. Oké, dus je springt gelijk naar die mobiele testsites, dus ja. Laten we daarover praten. Want dat heeft BOG nu geïnitieerd. Klopt. Met het doel? Het doel is dus dat we inderdaad met de mobiele testsites, dat is dus active case finding, actief op zoek gaan binnen de gemeenschap naar positieve. En dat is dus dan het doel van zoiets, is dat je dus de positieve zo snel mogelijk wil detecteren, ze uit de gemeenschap wil halen, isoleren en hun contacten wil plaatsen in quarantaine, om zo besmetting van anderen te voorkomen. Maar u zegt op zoek gaan, hè, detecteren. Maar nu is het zo dat de mensen zichzelf moeten aanmelden. Loopt dat wel? Ja, dat loopt wel. We hebben dus van tevoren bekendgemaakt in de gebieden op welke telefoonnummers men zich kon aanmelden via WhatsApp. En elke dag, de dag ervoor, melden we de sites waarop we aanwezig zullen zijn en waar men dus naartoe kan gaan in de auto. En dan krijgen ze dus ter plekke de instructies. En als je voldoet aan de case definitie, dat is nog altijd dat je dus echt symptomen moet hebben, dan kun je dus de test ondergaan. Ja, dus het is niet gewoon dat ik denk, laat maar even voor de zekerheid gaan testen. Nee, zo niet werkt voor je eigen niet. Gemoedsrust. Dat is niet de bedoeling. Maar dat kan, hè? Dat mensen denken van, weet je, misschien. Juist, maar jullie werken niet met week, misschien. Klopt, dan zou je er elke week moeten testen. Oké. Als het gaat per se om je gemoedsrust. Ja, hoeveel mensen hebben zich intussen aangemeld? Op de eerste dag 33 swaps afgenomen, testen afgenomen, maar dus meer mensen natuurlijk die zich hadden aangemeld. Sommigen dus die geen symptomen hadden, hebben we dus dan toch moeten wegzenden. Oké. En op de tweede dag hebben we 34 testen afgenomen. Dus er komen toch wel mensen? Ja. Maar ze moeten echt de klachten hebben. Je moet echt de klachten hebben. En wat zijn die klachten? Koorts, hoesten, griepsverschijnselen, lichaamspijn, hoofdpijn, diarree en braken, misselijkheid, reuk, smaakverlies. Dat zijn enkele van de symptomen die dus kunnen duiden op COVID-19. Oké, maar voor de zekerheid, als ik alleen hoofdpijn heb, gewoon erg hoofdpijn, is dat een symptoom of moeten ze in combinatie? De doktoren die ter plekke zijn voor de... Voor het afnemen van de testen, die doen ook hun anamnese. Die gaan nu doorvragen. Weet je, kijk, als je normaliter al vaak hoofdpijn hebt, migraine, et cetera, ze gaan even doorvragen. Oké, dan is dat niet een symptoom. Ja, want je hebt dus inderdaad de hoofdpijn die te maken heeft met de verstopte sinus, weet je. Dus als je griepsverschijnselen hebt, is toch een andere hoofdpijn dan hoofdpijn achterin je hoofd. Absoluut, Ja, dus ze gaan verder onderzoeken. En vandaag is de laatste dag? Vandaag is de laatste dag. Vandaag zijn we in Paramaribo-Zuid.
En dat is dus ook weer in een van de hotzones. Hotzones, dat zijn plekken die wij zien op de kaart. Dus bij het verzamelen van de data van de positieve, de 300 zoveel die we nu hebben, zie je ook adressen. Mm. En de adressen geven dus in de data bepaalde zones aan waar de meeste adressen voorkomen. Dat noemen we dus de hotzones. Mm-hmm. En nu zijn de drie testsites, de drie dagen voor de mobiele testsites gepland in deze hotzones. Dus mm-hmm. in Noord, in Zuid en een deel in Wanica. En zo hopen we dan de mensen die dus van die buurt zijn, mm-hmm. Toch met deze strategie eruit te lichten. Mm. Want je merkt dat de meeste adressen heel close to elkaar zijn. Dus waarschijnlijk hebben buren contact, familieleden hebben contact met elkaar. Waardoor de besmetting één op één steeds verder gaat. Ja, ja. En we hopen dat ze met deze strategie in de hotzones, in elk geval active case finding te doen. Dus actief de cases eruit te lichten en ze op tijd te isoleren. Mm-hmm. Want hoe eerder je de detectie kan doen, hoe ook veel beter het te herstellen. Ja. De kans op herstel. Als je dus al een paar dagen heel ziek bent, kan je ook verder sneller achteruit gaan als je onderliggende ziekte hebt. Dus mm-hmm. als je heel vroeg erbij bent, kun je ook sneller. Dus de kans beter. Maar 3 dagen maar, is dat voldoende? Ja, dus voor nu was dit de strategie voor de drie hotzones. Deze 3 dagen. We gaan dus deze 3 dagen ook evalueren. We hebben eigenlijk al 2 eerder gedaan. De epidemiologen hoor. Bij het BOG hebben dit al gedaan in Transamerica en Albina en in Noord. Mm-hmm. Dus dit is eigenlijk onze. Deze 3 erbij is dus 5 dagen active case detecting. We gaan nu over vanuit volksgezondheid over op vaste testsites. Mm-hmm. Tot nu toe belde je naar 178, dat is de hotline van het BOG. En werden dus de casussen getoetst aan de casusdefinitie. Mm-hmm. En werd iemand dan instructies gegeven waar ze dus konden blijven wachten, thuis blijven wachten. Okay. Je werd gebeld en dan komt er dus een verpleegkundige langs om de test thuis af te nemen. Mm-hmm. Maar nu willen we dus gaan naar vaste testtijds. Waardoor je dus logistiek minder met de ambulances heen en weer hoeft. Mm-hmm. Maar dat u dus bij het inbellen bij 178, als u voldoet aan de casusdefinities, instructies krijgt naar welke testsite u zelf kunt rijden. Okay. En dan wordt u op de testsite getest. En dan? En als, hoe lang duurt het voordat de persoon het resultaat krijgt? Het kan verschillen. Aan de hand van de hoeveelheid van testen die we binnenkrijgen bij het Centraal Lab van het WOG, kan het soms 48 uur duren voordat dus de testresultaten bekend zijn. Oh jee, dat is niet een gezonde spanning. En dan moet je 48 uur wachten voordat je het resultaat krijgt. Ja, klopt. Mm. Maar als het goed is en u voldoet aan de casusdefinitie, de meeste mensen hebben nu zeker met onze huidige verzekeringssysteem wel een huisarts, mm-hmm. kun je ook in contact blijven met je huisarts. En als je toch zeg maar ademhalingsklachten zou hebben, kun je altijd weer terugbellen naar 178. Okay. En dan kan er actie ondernomen worden in afwachting op uw testresultaat. Okay. Dus vandaag is de laatste dag. Wat gaat er na vandaag gebeuren? Na vandaag stappen we dus over naar de vaste testsites. Waarbij we dus minder logistiek zullen hebben met het rondrijden van de ambulances van de RGD. Ja. Om de testen af te nemen aan huis. Oké. Waren er uitdagingen voor deze 3 dagen? Ja, omdat we ook rekening moesten houden met het weer. Was logistiek ook meegenomen in het uitzetten van het plan. Mm-hmm. Je wilde dus niet overal aankomen en dan een tent gaan opzetten en weer een beetje afbreken. Mm-hmm. Dat neemt ook weer tijd. Dus we hebben gekeken op de kaart naar de hotzones. Mm-hmm. Want dan zie je ongeveer waar de hotzones zijn. Hebben daar rondgereden en hebben gekeken naar 1. Hij moet langs de weg liggen, maar hij moet het verkeer, het normale verkeer, de doorgang niet ophouden. We wilden geen crowding, want dat wil je voorkomen als BOG. Dat je dus too much crowd hebt op één plek. Er moest al een afdakje zijn waardoor onze artsen en epidemiologen veilig konden zijn voor weer en wind. Mm-hmm.
En ook dat we dus de mensen konden laten blijven wachten in hun voertuigen totdat ze aan de beurt waren. Okay. Maar de mensen die naar de testsites gaan, die hebben dus al geappt, hebben een tijdsafspraak gehad. En op die manier verschiet dus het testen. Okay. Maar nu is het zo dat we een total lockdown hadden. Nu is het versoepeld. Bent u eens met de versoepeling? De versoepeling heeft dus de verantwoordelijkheid iets meer bij de burgers zelf gelegd. Mm-hmm. Aan de ene kant heb je dus dat als verantwoordelijke burger ook wel nodig. Mm-hmm. De gezondheidstoestand van iemand heeft niet alleen te maken met die persoon of alleen vanuit de overheid. We hebben allemaal een bijdrage te leveren aan onze mm-hmm. eigen gezondheid. Dus het is nu dat we nog meer op elkaar moeten letten en mm-hmm. op onszelf. Ja. Dat je dus de maatregelen continu in acht neemt en dat je dus de symptomen zoals je die al eigenlijk bijna uit het hoofd kan opzeggen, mm-hmm. In acht neemt. Ja, ja. En op tijd aan de bel trekt. Absoluut. Maar als u zelf als directeur van het BOG terugkijkt, hè, op die lockdown, 2 weken tot de lockdown, zijn de autoriteiten geslaagd in hun opzet? Als we kijken naar het in kaart brengen van de clusters, zou ik zeggen ja. Mm-hmm. Omdat je dus ook ziet bij het aantal positieven die we nu na die 2 weken binnenkrijgen en ook binnen die 2 weken, dat heel veel positieven binnen een gezin zaten. Dus dat wil zeggen, ze waren, ik zal niet zeggen mm-hmm. opgesloten in huis, maar ze waren allemaal thuis. En het is dan beperkt gebleven binnen die huishouding. Ja. Okay. Dus er zijn wel opvallende bewijzen voor ons dat de lockdown wel gewerkt heeft. Werkt even. En, onaangenaam, en, denk ik natuurlijk. Mm-hmm. Maar het was dus niet onaangenaam bedoeld naar mensen. Maar het was met name om in elk geval de curve te flattenen. Mm. Zodat ons zorgsysteem niet overlood raakt. Want we bereikten inderdaad onze piek al. Mm. Dus dat is gelukt om die curve te flatten? Voor nu, ja. Voor nu. Want je weet, de meningen waren verdeeld. Sommigen zeggen nee, die lockdown moest nog even doorgaan. Weer anderen zeggen nee, dat zouden we niet volhouden. Maar is het dan zo dat als door die versoepeling dat we kunnen stellen dat zaken nu toch wel enigszins onder controle zijn? Dus dat zullen we nu met z'n allen moeten bewijzen. Mm. Dus je kunt het dan niet meer leggen bij de autoriteiten alleen, maar het ligt ook aan ons. Mm-hmm. Dat we erop letten dat onze werkplekken inderdaad een roulatieschema op nahouden en niet te veel mensen mm-hmm. bij elkaar. Geen samenscholingen van 5 op meer. Want elke samenscholing heeft natuurlijk, en daar letten de burgers ook op, mm-hmm. dat je dus inderdaad een grotere kans hebt op besmettingen. Ja. Dus als we met z'n allen daarop letten, dan kan het wel kunnen worden. Ja, want in die lijst van zaken die niet mogen, zie ik gebedshuizen, hotels, casino's. Waarom gebedshuizen bijvoorbeeld? Gebedshuizen die hebben dus per definitie meer mensen. Mm-hmm. Je kunt het inderdaad beperken, maar een aantal kerken hebben bijvoorbeeld nu ook fully airco. Mm-hmm. En we hebben nu dus vanuit de wetenschap doorgekregen dat airco-ruimtes juist de besmettingen kunnen bevorderen vanwege hetzelfde vanwege dezelfde lucht die blijft circuleren. Mm-hmm. Hetzelfde heb je ook in casino's. En dat zijn per definitie plekken waar veel meer mensen zich willen verzamelen. Mm-hmm. Dan bijvoorbeeld aan het werk of in de supermarkt. Dat kun je echt beperken tot 5 per keer naar binnen. Oké. Okay. Dus het zijn die ruimte waar eigenlijk een verzameling. Een verzameling van mensen. Okay. En, okay. Net als de markten toch? De mm-hmm. overdekte markten. Maar ik heb begrepen, we luisterden ook naar meneer Maurice de Hond. Zoveel mensen zijn er die allerlei theorieën nu meegeven. Dat als je plekken hebt waar je een goede ventilatie hebt, de ramen opengooit, dat er minder kans op besmetting is. Inderdaad, dus dat zijn nieuwe wetenschappelijke inzichten waar wij dus ook naar kijken. Mm-hmm. En het is raadzaam en dat kunnen we gelukkig in Suriname heel goed. We hebben grote ramen vaak aan onze huizen, grote ramen bij kantoren. Mm-hmm. Dat je inderdaad open kan gooien voor doorluchting en ventilatie. Ja. Dus dat is inderdaad een van de dingen die we wel mee hebben in Suriname. Oké. Want hier in de studio hadden ze ons ook gezegd, je kan eigenlijk een beetje reinigen, ontsmetten door in de lucht te spuiten met alcohol. Is dat een methode?
Ik denk dat je dus in samen, behalve het ontsmetten, ook wel moet kunnen opengooien. Ik denk dat je beide moet doen. Beide moet doen. Ja. Oké. Hoe blijft u gemotiveerd? Het is dus onze dienst aan de samenleving. En we maken deel uit van de samenleving, dus je blijft gemotiveerd. Ja. Ja, want ik zie dat BOG echt te veel spotjes heeft, voorlichting. Komt het aan, echt? Ik denk dat we na deze ronde van mass communication toch moeten gaan op één op één, weet je. Ik denk dat toch nog mensen de boodschap niet helemaal hebben kunnen begrijpen of dat het is aangekomen in sommige buurten. Ja. En dat we dan met buurtorganisaties, misschien met bestuursdiensten, et cetera, toch dus gemeenschap in moeten gaan om one-on-one community-based organizations betrekken bij de communicatie. Ja. Maar ik moet echt zeggen dat het BOG heel veel hulp heeft gehad vanuit de samenleving, vanuit het bedrijfsleven. Okay. En zonder ook deze mensen hadden we het niet kunnen doen. Gelukkig dat men dat wel beseft. Ja. En die ondersteuning biedt. Ja. Maar ten aanzien van mondkapjes, want we zien nog steeds mensen zitten alleen in de auto, hebben mondkapje op, mensen rennen. Dus die voorlichting moet denk ik nog steeds op gang komen. Hè? Ja, ik denk dat u daarvoor ook echt een programma kan uitzetten. Mm-hmm. En dan komen we en dan kunnen we dat inderdaad uitleggen. Okay. Hoe de zelfgemaakte mondkapjes eruit moeten zien, waar je het kan gebruiken, waar niet. Want inderdaad, als je gaat trimmen, dan heb je iets meer zuurstof nodig. En in de open lucht zou je het in principe niet ophoeven. Dus, en als je alleen zit in de auto? Als je alleen zit in je eigen auto, hoef je het ook niet op te doen. Toch? Nee. Dus, nee, klopt. Want, en hoe lang kan je met zo'n mondmasker lopen? 3 tot 4 uurtjes, want hij wordt vochtig door je adem. Mm-hmm. En op het moment dat hij vochtig is, kunt u hem afdoen. Okay. Is het een wegwerp, dan doe je hem meteen in een afgesloten ton. Je kunt hem afsluiten in een zakje en dan in een ton, papieren zakje en in een ton. Mm-hmm. Is het een afwasbare of herbruikbare, dan doe je hem in een zakje, in je tas en dan doe je een nieuwe op, schone op. Oké, dus ook deze moeten na 3. Ja. Hij wordt ook nat. Want je ziet, mensen zetten ze de hele dag op en denken, omdat ik het kan gebruiken, dan volgende dag was ik het. Nee. Maar eigenlijk na 3 uren. Na 3-4 uren. Kijk, als je het constant op hebt en je bent net als zoals we nu bezig zijn, te praten, dan moet je hem na 3-4 uren inderdaad. Inderdaad, we halen. Oké. Wat is die prognose voor de komende situatie? Voor wat betreft? COVID. Ja. Als we kijken naar de positieve, dan zitten we nu op gemiddeld 20 per dag. We hopen dat het minder wordt. Dus dat is eigenlijk ook de goal. Ja. Laten we kijken naar deze week, hoe de evaluatie eruit ziet. Maar deze getallen, hè, 20 per dag, was dat verwachtbaar? Want vele mensen voorspelden van, ja, we krijgen nog een golf, we hebben onze piek nog niet bereikt. Hebben we onze piek bereikt? Of is het... Voor deze keer denk ik dat we de piek hebben kunnen afvlakken, ja. Oké. We hopen dat... Dat we niet een derde golf krijgen, maar ja, we zijn niet alleen op de wereld. Je ziet dat het overal wel nog een golf komt, dus ja, Suriname staat niet alleen op de wereld. Het is juist dat we teruggaan naar de normale activiteiten, dus het is zaak dat we ons aan de maatregelen houden. En als je dus een kwetsbare groep bent met onderliggende ziektes of qua leeftijd of ook niet kwetsbaar, dat je toch de symptomen in de gaten houdt om op tijd aan de bel te trekken bij je huisarts. En indien je daar de ondersteuning krijgt of ook weer niet, ja of nee, toch even bellen naar 178, zodat we ook met u door de casusdefinitie kunnen fietsen. Oké, want de klacht was 178, soms heel moeilijk bereikbaar. Ja. Is dat nu, kom mij wel door? Bij pieken? Wanneer je dus, zoals we nu hebben, is het inderdaad heel druk. We hebben 10 stations. Maar die zijn constant bezet. Maar daarom hebben we ook een hele goede samenwerking. Niet wij, het ministerie van Volksgezondheid, laat me het goed uitleggen. Hij heeft ook dus de Vereniging van Medici, die ook actief is met zijn eigen populatie. Dus de huisartsen zijn ook te bereiken. En als u via uw huisarts aanmeldt, heeft uw huisarts een speciale telefoonnummer rechtstreeks met de artsen van 178. Oké. Ja. Dus dat is een bypass. Oké, geweldig. Nou, tot slot,
Wat zegt u tegen de samenleving in verband met die lockdown die nog steeds geldt en nog steeds is, zijn de slogans blijf thuis, reinig je handen. Ja. Maar wat zegt u tegen de samenleving? Eigenlijk wil ik het woord lockdown al een beetje vermijden. Mm. En ik wil zeggen dat we inderdaad een tijdsbeperking hebben. Die start om 8 uur in de avond tot 5 uur in de ochtend. Mm-hmm. En dat is met name zo, omdat als je het zou verruimen naar 10 uur of 11 uur, dat je toch mensen hebt die denken van oké, dan kan ik toch nog een feestje bouwen. Ja. En dan 11 uur uit elkaar gaan. En dat is dus dan weer een samenscholing. Kan weer betekenen dat je dus een samenscholing hebt van 5 of meer mensen. En dat willen we voorkomen. Mm-hmm. Dus ik verzoek de samenleving om dit nog even, ik zou maar zeggen, te dragen. En dat we de maatregelen in acht nemen. Zo min mogelijk naar je gezicht gaan met je handen. Als je je mondmasker opdoet, eerst je handen reinigen en dan je mondmasker op. Als je je mondmasker hebt aangeraakt, je mond-neusbedekking hebt aangeraakt, reinig weer je handen. Want de buitenkant van je mondbedekking, mond-neusbedekking, heeft natuurlijk wel wat vuil en wat bacteriën, wat not opgevangen. Ja, ja, ja. Als je met iemand moet communiceren of je moet ergens zijn vanwege verplichtingen, hou 1,5 tot 2 meter afstand. Het is niet te veel om de maatregelen te herhalen, want alleen op die manier kunnen we dus veilig blijven. Ja. Neem tafels af, deurknoppen, dingen die je vaak aanraakt. Mm-hmm. Je bril, je mobieltje, neem ze af. Okay. Want dat zijn echt dingen die we vaak aanraken en daarna naar onze ogen, neus of mond kunnen gaan. Het zijn dingen die je... Quinty. Mm-hmm. En Quinty neem je niet in één keer af. Het is iets dat je jezelf moet trainen. Mm-hmm. Dat zou ik de samenleving willen meegeven. Maar ik zou de samenleving ook willen complimenteren. En het kan niet anders dan samen. Helemaal. Ja. Dank u wel dat u weer de tijd heeft vrijgemaakt om hier te komen om deze informatie met ons te delen. We wensen u succes toe. We weten dat jullie hard werken. Dus ik zal zeggen power aan u en uw staf en allen die zich inzetten voor ons. Dank u wel. Dank u wel. Kijkers, zo zijn we gekomen aan het eind van deze aflevering van ATV COVID-19 Update. U heeft de directeur van het BOG, mevrouw Minouche Bromet, gehoord. Ze heeft wat hele bruikbare tips gegeven. En inderdaad, Gwinty, hè? De wap Gwinty, moet je zelf tegen jezelf praten. Hé, wat moet ik doen om te voorkomen dat? En praat ook met elkaar, want we zijn sociale wezens, dus we moeten ook op elkaar letten. En ik zie dat dat al gebeurt hoor, in de stad, wanneer iemand anders te dicht op een ander komt, zegt die ene, hey, hou afstand, dus het begint echt te komen. Maar zoals ze zelf zegt, laten we die maatregelen blijven herhalen, dat we zinken in dat nieuwe leefstijl. Morgen zijn we er weer met de andere aflevering van ATV COVID-19 Update. Tot dan, goeiedag.